Vlog takeovers bij Jorien. Aardappeltjes. Daar is Rian. Hallo. Ik kwam er tijdens het edit achter dat ik helemaal geen introductie had opgenomen. Het verhaal is zo. Een tijdje terug vroeg ik op mijn Instagram wat ik moest maken in de vlog. En daar reageerde Jorien op. Super enthousiast bietstamppot met worst. Dus u vraagt mij draaien. Dat is het. Bietstamppot met worst met Jorien. Wat heb je nou nodig voor bietenstamppot? Nou, wat dacht je? Bieten. En een appeltje, spekjes, een ui en aardappels. Maar wij zijn echt met superveel. Dus we hebben heel veel aardappels. En worstjes. Dus dat gaan we maken vandaag. Oh, en zwarte peper, maar dat is een beetje gewoon voor een beetje kruiden. En zout misschien, als je het nog niet zout vindt. Maar let op, spekrepers maken het al zout. Het is deze bietjes, die zijn dat water wat erin zit. Als je dat in je kleren krijgt, dan heb je echt een heel groot probleem. Dus je moet het even in de wasbak openmaken. En dan even voorzichtig die dingen eruit halen. Dat is echt een tip van mij. Kijk, want het zijn gewoon dus gekookte bietjes. Dus je moet even zo voorzichtig uithalen. Want dan gaan ze niet in je kleren. Kijk Thijs, nou doen we even de aardappels aan. En dit moest je eronder laten staan. Want Thijs moet ook een keer in de vlog. Wat verdorie. Thijs, ga jij maar even de tafel dekken. Eerst doe je de spekjes in de pan, waarna je de ui erbij doet, als dit een beetje goed gebakken is. Je hoeft geen vet in de pan te doen, want de spekjes hebben zat genoeg vet, zoals je ziet. Daarna doe je de bieten erbij, want die zijn al gekookt. En helemaal op het eind, als je de stamppot klaar hebt, dan pas doe je de appel erbij. Maar niet uit, ui gaat erbij. In dit vet bakken we nu de worstjes. We gaan nu de aardappels afgieten, maar je moet een beetje van het vocht bewaren om het te kunnen stampen straks. Het is lekker smeuïg. Hoi Anne! Al jouw spullen liggen op de tafel. Ja, maar ik zal het even onder. Kun jij misschien even afgieten? Ik giet wel even af. Ja. Nou, dit hier is appelgrootte. Dit is het vocht van de aardappels. Die bewaren we. Ja, en nu ketchup. Ketchup! Dit snap ik echt niet. Dat is bedankt voor het kijken. Doei!